Yo, what's up? Marco van TechTime hier en ik heb weer wat leuks hier. Dit is de Corsair K70 RGB Pro Mini Wireless. De nieuwste telg in de Corsair K70 toetsenbordfamilie. Maar weet dit bordje mij te overtuigen? De K70 RGB serie is een van de populairste toetsenbordlijnen van Corsair. Mag ook wel, zij waren in 2014 het allereerste merk met Cherry MX RGB toetsenborden. Na flink wat nieuwe versies en nieuwe revisies is het tijd voor een compact klein toetsenbord. En dit hier is dus de K70 RGB Pro Mini Wireless. En uiteraard ook hier weer met Cherry MX Red switches. Nou, Mini is wel heel next level en ik was ook enorm verbaasd toen dit toetsenbord begin deze maand in mijn handen kreeg. Want dit is echt wel een klein ding. En dat is niet wat mijn vriendin tegen mij zei. De doos is compact, het toetsenbord staat duidelijk afgebeeld en Corsair maakt nog steeds gebruik van hun klassieke zwart-gele kleurschema. Bij het openen van de verpakking zie je dan ook het toetsenbord, een veiligheidsboekje en ook een garantiekaart, samen met een sleeved USB-C kabel en een keycap met het Corsair logo en een andere spatiebalk wat net even wat meer RGB verlichting doorlaat. Een handleiding moet je wel gaan missen hier, al spreekt het eigenlijk wel enorm voor zich. Sluit de kabel of de dongel aan met je PC en je kan vrijwel direct aan de slag. Geen zin om een kabel of dongel te gaan gebruiken, ook Bluetooth is mogelijk. Dan kun je deze namelijk ook aansluiten op je telefoon, je tablet of bijvoorbeeld zelfs ook je console. Wil je toch gebruik maken van de handleiding? Er staat een QR-code afgebeeld en als je deze ook scant met je telefoon, kom je daar vanzelf bij terecht. Ik ben zelf geen groot fan van 60% toetsenborden, al ben ik wel enorm gecharmeerd van dit model. De K70 RGB Pro Mini Wireless ziet er wel heel erg clean uit. Geen holy shit gaming bling bling toetsenbord, maar gewoon een heel elegant gaming toetsenbordje die er zeker wel mag zijn. En I like that. Ik zie mijzelf dit toetsenbord bijvoorbeeld nog gebruiken op kantoor, of als ik bijvoorbeeld naar school ga en een beetje uitgekeken ben op die standaard cheapy cheapy toetsenborden die ze daar gebruiken. En ben je dan bijvoorbeeld thuis, ik druk dan even een knopje in en ik ga vol in de gaming modus met al die RGB verlichting. Het toetsenbord is gemaakt van aluminium en dat voel je dan ook. Het is stevig, het is lichtgewicht en de matte afwerking aan de achterkant geeft net dat extra premium gevoel. Een ander opvallend punt is dat Corsair logo ook aan de achterkant. En door de jaren heen was er telkens een ander logo met font geprint. Alleen nu is alleen het logo gebruikt zonder de tekst. En dat is eigenlijk wel helemaal goed. Het logo is herkenbaar genoeg en de toevoeging van tekst zal hier eigenlijk niet ten goede komen. Dus de keuze om alleen het logo te gebruiken is gewoon hartstikke prima. En niet alleen zie je dan ook het logo aan de achterkant, maar je hebt bijvoorbeeld ook de Corsair Slipstream USB dongel samen met een USB-C poort en ook een aan-uit switch. Aan RGB zul je hier ook echt absoluut geen gebrek aan hebben, want dit toetsenbord zit er vol mee. En dit is ook niet bepaald een zwakke verlichting, want het is ook echt heel erg fel. Zelfs in een lichte omgeving kon ik de RGB-verlichting duidelijk zien. En met de juiste toetsencombinatie kon ik ook door verschillende RGB-effecten gaan bladeren. En ben je op een plek waar die RGB-verlichting eigenlijk niet heel erg welkom is, ja, dan kan je die alsnog snel uitzetten. En anders gooi je die verlichting alsnog vol aan. En niet alleen de toetsen zijn verlicht, maar ook om het toetsenbord heen zijn ook verlicht. Als je dan ook echt next level wil gaan met je RGB-verlichting, dan is dat hier alsnog mee mogelijk. En dit kun je ook allemaal naar wens gaan instellen met Corsair IQ. Je kunt de RGB-verlichting nog verder naar wens aanpassen, maar je kunt ook de toetsen een andere functie gaan geven. Wil je dat een bepaalde toetscombinatie iets bijvoorbeeld opstart of bijvoorbeeld gaat uitvoeren, dan kun je dat hier ook in gaan instellen. Het was voor mij wel flink wennen geweest om van een full-size toetsenbord naar ineens een klein 60% toetsenbord te gaan. Al is mij dit wel goed bevallen. Zeker voor het type merkte ik uiteindelijk hoe weinig ik de andere toetsen gebruik die op de grotere toetsenborden wel te vinden zijn. Ja, en de Cherry MX Red switches zijn ook ontzettend prettig. Maar mocht je toch willen switchen naar een andere Cherry MX lijn, ja, dan kan je dat hier alsnog mee veranderen. Ik merkte ook dat qua gaming de performance ook goed op orde is. Het toetsenbord reageerde heel snel en ik merkte eigenlijk ook geen vertraging ermee. Wel moet je afvragen of dit een toetsenbord is wat bij jouw setup past. Het is net even wat anders dan een normaal regulier toetsenbord. Plus, €189,99 is een pittig prijskaartje voor een toetsenbord. Maar dan krijg je daar wel een 60% toetsenbord voor terug, met de mogelijkheid om de switches te vervangen, macro's te programmeren en volop met RGB los te kunnen gaan. Maar al met al, Corsair weet de betrouwbaarheid en de stevigheid van de K70-lijn door te trekken naar dit exemplaar. En ik kan er eigenlijk niks anders van maken. Dit toetsenbord heeft mij weten overtuigen en kan ik dan ook zeker aanraden.
Wat ik je ook aan kan raden zijn deze twee video's die je hier ook in beeld ziet. Links zie je hoe ik een kapotte PC weet te fixen. En rechts zie je ook een video die YouTube jou aanraadt. En vergeet ook niet vooral even te abonneren via het logo in het midden in beeld. En support ook even het kanaal door middel van een like. Thanks voor het kijken in deze video. Laat je mening achter in de reacties. En ik zie je heel graag bij de volgende video. Tot ziens.